En hier is hij dan weer, een gloednieuwe De Straat vanaf de Haagse Markt. En deze keer is de vraag heel kort. Mag je een lichaam van een overledene in je tuin begraven? Ja of nee? Soms wel. En misschien wordt het wel normaal. De straatvraag is... Er is een man, de rechter heeft toegestaan, dat hij zijn vrouw in de tuin mocht begraven. Ja, ja. Dat heb je dat gelezen. Ja, ja. Wat vind je daarvan? Vind je dat een goede zaak of vind je dat geen goede zaak? Moreel gezien, denk ik toch nee. Ik kan hem wel begrijpen, maar ik zou het zelf niet doen. Nee? Waarom niet? Nee, dat hoort daar niet. Het hoort er niet. Ik vind, gewoon, ik vind wel dat je toch op begraafplaats CQ uit moet laten strooien wat je dan zelf wil, maar thuis in de tuin. Niet. Nee, niet. En nu? Ik sluit me daarbij aan. Helemaal? Ja, ja. Wat denk je er zelf van wel? Wat ik ervan vind, ga ik je zo vertellen. Ik ben benieuwd naar je. Ga ik je zo vertellen. Van mij weten, maar dan wil ik het eigenlijk ook van jou weten. Is goed, in ieder geval hartstikke bedankt. Oké. Okay. Oh, ja. Mag je een dierbare overledene, weet ik wie, in je tuin begraven? Normaal wel. Normaal mag je iemand in je tuin begraven. Er is geen wet die dat verbiedt. Van hoe groot de tuin is. Er is nu toevallig toestemming gegeven. Als je weet dat die man die op zijn vrouw begraven. En die blijft daar leggen. Dat mag. Vind je het een goede zaak? Vind je het een normale zaak? Ja, waarom niet? Kijk, het is natuurlijk zo. Dit is natuurlijk een tuin van een paar hectare. Maar als je een tuintje hebt hier in Schilderswijk. Ja, dat is een beetje onzin natuurlijk. Maar normaal gesproken, waarom zal dat niet mogen? Want heel dat begrafenis zootje vind ik een beetje onzin. Kijk, mensen weten een hele hoop niet. Mensen weten namelijk ook niet dat je dierbare gewoon in een kleed mag begraven of in een doek. Mensen, ja, dat mag, hè, dat is wettelijk vastgesteld. Ik zou niet weten. Ja, dat is echt zo. Maar wij hebben het natuurlijk altijd over kisten en weet ik veel wat. En hoe duurder, hoe mooier. Dat gaat de grond in, verrot. Ik ben het wel een beetje eens gedeeltelijk, maar nou zeg je van ja, dan moet er eentje weg. Hup, graven maar met hem. Wordt het dan niet makkelijker gemaakt? Hoe bedoel je? Ik heb normaal ruzie met mijn vrouwtje. 6 uur per dag. Constant ruzie. Ik maak de kat, ik begraaf er in de tuin. Wordt het niet makkelijker gemaakt? Ja, je kan er ook in de strontput gooien. Of in de keuken cremeren. Ja, kan ook. Dus je kan er ook in de oven. Nee, maar weet je... Nee, maar dat is wel zo wat je zegt. Het is natuurlijk heel erg makkelijk. Maar dat gebeurt toch al? Dus of het daar toegestaan is, ja of nee... Een moord is een moord. Dus wat je dus net vertelde, dat gebeurt eigenlijk al. Dus het wordt niet makkelijker gemaakt. Want het wordt altijd onderzocht waar iemand begraven is en hoe ze omgekomen is. Het zal wel makkelijker wezen als je dus weet, als ze in de tuin legt, dan haal je het even op en dan kun je zien hoe ze vermoord is. Of ze op een natuurlijke dood is. Is gegaan of vermoord is. Maar nu moet je gaan zoeken, want meestal dalen ze in het bos neer. Zoeken. Dus eigenlijk een goede zaak als je mits de tuincapaciteiten er genoeg zijn. Ja, vind ik wel. Want waarom zou enkel maar rijke mensen in de tuin mogen begraven? Kijk, met een Rudy Karel is wel in Duitsland, maar op zijn eigen landgoed begraven. Waarom mag die meneer, zijn liefhebbende vrouw, niet op zijn landgoed begraven? Hij heeft toestemming gehad, wist ik dus niet, want je zegt het net. Maar ik vind het een hele normale zaak. Duidelijk. Ook duidelijk, dankjewel. Nou is daar iemand geweest en die heeft een familielid van hem begraven in zijn tuin. Dat is door de rechter goed gevonden. Wat vind je daarvan? Moet dat altijd kunnen? Moet dat niet kunnen? Nee, moet niet kunnen. Nee? Nee, gewoon bij een begraafplaats. Waarom? Ja, dat is toch wel zo netjes. Vind je het een beetje luguber? Ja, eigenlijk wel. Beetje een raar idee dat er dan een lijk in je tuin ligt. Nee. Dat je binnen... Nee, ik vind het... Oké, nou hartstikke bedankt. Oké, okay. Doeg. Ja, dat ken ik. Maar als ik eerlijk moet zijn... Mijn vader en moeder liggen ook in de tuin bij mij. Echt waar.